Jorn Vermeulen, welkom in Leuven. Ken je Leuven zo'n beetje? Ik ken Leuven, denk dat ik pakweg 2 of 3 keer hier geweest ben. Maar ik heb al vele positieve dingen over Leuven gehoord. Over de stad of over het voetbal? Over beide eigenlijk. Ik ken een paar spelers die hier spelen. Ze zijn allemaal positief over deze club. Nogal wat West-Vlamingen zoeken de weg naar Leuven, hè? Inderdaad. Jij komt van Club Brugge. Hoe lang heb je daar eigenlijk gespeeld? Ik heb daar in totaal 18 jaar gespeeld. Ik ben daar om 6 jaar leeftijd begonnen in de voetbalschool. En dan ben ik doorgegroeid tot de eerste ploeg, waar ik zes jaar gespeeld heb in de A-kern. Moet je dan toch een raar gevoel geven om die club, jouw club, nu te verlaten? Dat is inderdaad een raar gevoel, maar ik denk dat ik de volgende maanden dat wel ga beseffen wat die impact is. En ik denk, ik wil toch ik start hier met ambitie bij Leuven, dus ik wil mij tonen hier aan het Leuvense publiek. Je bent 24. Wat is je sterkste positie? Ik denk dat ik best op mijn recht kom op het middenveld. Ik ben er altijd opgeleid en ik denk dat ik daar het beste op mijn recht kom. Er waren nog wel wat clubs die interesse hadden voor jou, hè? Inderdaad. Ik heb met een paar clubs onderhandeld, maar ik had ook met Leuven direct een positief gevoel ook. Het zijn hier allemaal sympathieke mensen. En ik heb wel een goed gevoel. Kom je hier ook wonen? Ik kom hier op een appartementje wonen in Leuven, ja. Wat verwacht je eigenlijk van dit seizoen? Ik verwacht dat we toch voor de play-off 2 kunnen gaan. En ik hoop dat we af en toe hier, zeker thuis, eens een topploeg kunnen verslaan. Club Brugge dan wel? Onder andere, ja. Wat verwacht je voor jezelf eigenlijk? Ik hoop dat ik toch mee in de kijker kan spelen. En ik wil meer verantwoordelijkheid op meenemen dan dat ik bij Club Brugge deed. Wat is je prognose voor het komende seizoen? Wat bedoel je van Leuven? Ik zou tevreden zijn moesten we de play-off 2 halen. We wensen je daar veel succes mee. Bedankt, Jorn. Emmerich de Vrieze, hebben we hier een ras-echte Antwerpenaar voor ons staan? Nee, zeker niet. Ik ben geboren en getogen in West-Vlaanderen. Dus ik ben wel een tijdje van huis weg, maar ik ben een echte West-Vlaming wel. De voorbije 3 jaar heb je gevoetbald bij FC Antwerpen. Ja, inderdaad. Dat is nu mijn 3e seizoen geweest. In tweede klasse. En daarvoor, waar was je dan? Daarvoor heb ik 5 jaar in Nederland gevoetbald. Dus 2 jaar bij Heerenveen en dan 3 jaar bij een tweede klasser in Nederland. En dan vandaar heb ik eigenlijk de stap gezet naar Antwerpen. Je bent nu 26. De stap naar eerste klasse nu met Leuven. Inderdaad. Ik denk dat voor mij persoonlijk dan, en ook voor mij is het heel plezant om met zo'n sterke groep te kunnen werken. Ik denk dat zij dat vorig seizoen toch zeker bewezen hebben. En ik kijk er echt naar uit om met jongens samen te werken. Blijf je hier ook logeren in Leuven of kom je van West-Vlaanderen? Nee, ik woon nu in Antwerpen. Dus, maar normaal gezien zou ik misschien ook wel verhuizen hier in de buurt. Dus dat moeten we nog even bekijken. Wat is je sterkste plaats eigenlijk op het veld? Ik denk dat mijn sterkste plaats links buiten is. Dat is mij. Even te zien welk systeem, of links, linker middenvelder of links buiten. Ik denk dat dat toch mijn beste positie is. Je bent ook erg dribbelvaardig, hè? Ja, dat is een... Ik praat niet echt graag over mezelf, dat laat ik liever aan anderen toe. Dus, maar ja, dat kan ik wel, ja. Je vader is ook een bekende man in de voetbalwereld. Vertel eens iets over hem. Ja, hij heeft ook een heel mooie carrière gehad. Als speler dan. En toch een 20 jaar profvoetballer geweest. Voor de mensen die hem niet kennen, Anderlecht gespeeld. UEFA Cup gewonnen, finale. In Benfica, dacht ik. Dus ja, het voetbal zit wel een beetje in de familie. En ik hoop dan toch mijn steentje daaraan bij te dragen. Dirk de Vries is dat. Heeft hij jou ook goede raad gegeven nu, wat Leuven betreft? Ja, sowieso. Hij heeft mij ook aangeraden om die stap naar hier te zetten. En hij had ook meteen een goed gevoel, net zoals ik had, om hier aan de slag te gaan. En ik denk dat het voor mij een ideale stap vooruit is. En ik denk dat het ik alleen maar beter van zal worden. Wat verwacht je hier bij Leuven? Voor jouzelf en voor de club? Ten eerste denk ik goede resultaten. Dat is sowieso het belangrijkste, denk ik. En gewoon de manier van voetbal alleen al spreekt mij enorm aan. De visie van de trainer ook. De manier hoe het bestuur en de mensen hier in de club te werk gaan, spreekt mij ook enorm aan. Heel professioneel, alles top geregeld. Dus ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan. Jouw naam circuleerde hier ook al maanden, weken, hè, laat ons het zo zeggen.
Ja, het heeft een tijdje geduurd voordat het rond was, maar het belangrijkste is dat het rond is, dus ik ben er ook enorm blij mee. Dus. Is dat dan moeilijk op sommige momenten, als journalisten jou bellen, van en, hoe ver sta je? Dit is niet moeilijk, dat is gewoon de telefoon opnemen. Dus aan de ene kant is dat wel leuk ook, maar aan de andere kant wil je toch weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ga je blijven, moet je toch nog een andere stap zetten in je carrière. En voetbal is nu eenmaal afscheid nemen. En dat heb ik nu gedaan bij Antwerpen. Ik heb daar met heel veel plezier gevoetbald, maar goed. Dus nu tijd voor iets nieuws en ik ben er, kijk er enorm naar uit. Emmerich, veel succes bij Leuven. Thomas Azevedo, we hadden hier daarnet de twee West-Vlamingen. Eindelijk iemand van de andere kant van het land. Hè? Ja, tuurlijk, een Limburger. Dus ik ben blij dat ik bij deze club mag komen spelen. Ja. Je speelde goede seizoenen bij United of bij Lommel, als de mensen dat beter kennen. Vertel eens, wat voor een speler ben je eigenlijk? Of was je eigenlijk bij Lommel? Ja, ik ben een flankspeler. En mijn sterke punten zijn toch mijn snelheid en mijn actie. En dreigend zijn onder een match, dat is toch mijn spel eigenlijk. Eerst was je waarschijnlijk boos op OHL en nu ga je er spelen. Hè? Ja, boos zou ik niet zeggen, maar oké, ik was wel teleurgesteld dat we met Lommel niet konden promoveren. Maar ik ben ook heel blij nu dat ik deze kans krijg van OHL en ik ga die voor 200% grijpen. Je bent nog zeer jong, je bent 19. Wat zijn jouw sterkste kanten, je sterkste punten als voetballer? Ja, ik denk vooral mijn snelheid en ik heb een redelijk goede actie in de benen en dat zijn toch mijn sterke punten. Het moet toch een droom zijn om te kunnen voetballen in eerste klasse, hè? Ja, dat is echt een jongensdroom die uitkomt, zou ik maar zeggen. En ik kijk er eigenlijk al naar uit om hier te beginnen. Wat verwacht je eigenlijk voor jouzelf? Ik verwacht wel dat ik grote concurrentie ga hebben en dat ik hard zal moeten werken en mij zal moeten bewijzen. En als ik die kans krijg, dan ga ik daar gewoon voor en we zullen zien. We maken het beste van. Mag je met de trainer mede verplaatsing vanuit Limburg maken? Dat weet ik niet, ik denk het niet, maar misschien dat ik hier ook appartement blijf, ik weet het zelf nog niet. Ja. Ken je de stad zo'n beetje? Ken je Leuven? Eigenlijk niet, dus ik kom hier eigenlijk bijna nooit, dus het is nog wel nieuw, dus het zal wel wennen. Ken je ook al een paar ploegmaats die hier spelen, Limburgers? Ja, ik heb met Wim Gaimakers heb ik gespeeld in Lommel. En voor de rest ken ik ze, omdat ik er tegen heb gespeeld, maar voor de rest niet. Nee. Wat verwacht je, wat gaat de club eigenlijk realiseren het komende voetbalseizoen, denk je? Ik denk dat wij gewoon volop gaan voor play-off 2. En dat ook wel een doelstelling is die zal lukken. Of toch, hoe moet ik het zeggen, zullen we kunnen aan voor het doen. En zullen zien, we zullen hard moeten werken, maar ik denk wel dat Leuven een goede ploeg heeft en die toch goed in eerste klasse staat. Ben je iemand die zich zeer gemakkelijk aanpast? Dit is eigenlijk mijn tweede club. Ik heb altijd bij Lommel gezeten, dus het zal wel even wennen zijn. Maar ik denk, dit is echt een fijne club. Het gevoel dat hier ook, dat leeft en dat zit hier allemaal goed. En ik kijk er echt naar uit. We wensen je veel succes. Bedankt. Ronnie van Geneude, vandaag stelt Oud-Heverlee Leuven 3 nieuwe spelers voor. Dat is fantastisch, hè? Ja, dat is een bewijs dat de manier van werken hier toch wel wat aanslaat. En dat het vertrouwen ook in de manier van werken van het sportief comité toch wel niet beschaamd is. In die zin dus dat wij in alle stilte hard gewerkt hebben. Dat we niet meegedaan hebben aan de geruchtenstroom. Maar gewoon effectief uitpakken op het moment dat het ook in orde is met de speler. Kan je die 3 spelers heel even kort voorstellen? En waarom heb je voor hen gekozen? Ja, als ik mag beginnen met Jorn Vermeulen. Dus dat is iemand die op het middenveld zeer polyvalent voor de dag kan komen. Heeft ook wel specifieke kwaliteiten, heeft voetballend vermogen, heeft ook een infiltratie en kan verdedigend zijn man staan. Dus wat dat betreft denk ik dat het een meerwaarde is voor onze kern. En dan denk ik met de transfer van Emmerich de Vrieze en met Thomas Azevedo, denk ik dat ik toch wel een tipje van de sluier licht welk soort voetbal wij graag willen spelen. En dat is toch wel met flankspelers, met individuele kwaliteiten. We weten dat we op rechts met Jordan en met Taike zitten. En dan op links zitten we nu met Emmerich en met Thomaske, die onder hun gaan uitmaken wie daar de juiste vormen te pakken heeft om het veld goed breed te houden. En ook daar dus met hun kwaliteiten, wat is dat? Technisch vermogen, snelheid, constant dreigend zijn, toch wel het spel
wat OSL graag wilt zien spelen, proberen in de praktijk te brengen. Dus ik denk inderdaad dat wij vandaag ook een signaal geven al naar voetballend België, welke manier van voetballen wij graag willen gaan brengen volgend seizoen. Mogen de supporters zich nog aan iets verwachten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in de loop van de volgende dagen misschien opnieuw kunnen uitpakken met een transfer of meerdere transfers. Dat zal de toekomst uitwijzen of binnen een paar dagen uitwijzen. Maar al bij al denk ik dat we er alles aan doen om een mooie kern samen te stellen waarin dan de concurrentiestrijd kan losbarsten. Want het is de trainer die de ploeg of de speler selecteert. Maar in principe, iedere speler stelt zichzelf op. Die het hoogste rendement haalt door de week, zal in het weekend kunnen spelen. De trainingen die beginnen nu heel binnenkort. Heeft de trainer Ronnie van Geneuden dan tijd genoeg om zich vrij te maken voor de trainingen? Of is hij nog echt bezig met die transfers? Nou, ik denk dat het gewoon de balans, het evenwicht vinden. Dus tussen arbeid en theorie, zal ik het zo noemen, praktijk en theorie. Dus alles is tot in de puntjes geregeld. Omwille van het feit dat ik kan beschikken over een zeer goede technische staf en ook medische, paramedische staf, omkadering. Alles is professioneel tot in de puntjes geregeld. En zodanig dat iedereen zijn taak naar behoren kan uitvoeren. En is het voor mij dan ook heel aangenaam werken om zodanig de belangrijke zaken natuurlijk te laten primeren. En op dat vlak denk ik dat we een goede staf hebben die goed werk levert. En kunnen de spelers ook in optimale omstandigheden voorbereid worden op de start van het nieuwe seizoen. Succes, trainer, en bedankt. Dank u wel.